welkom bij de volgende tuintip video. En we gaan zo een houtstapel maken als schuilplaats voor de winter voor van allerlei soorten dieren. Nou, ik heb hier open haardhout gewoon gekocht. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit wat voor hout je neemt. Het is natuurlijk wel zo dat eikenhout langer volhoudt en berkenblokjes bijvoorbeeld wat sneller verteerd zijn. Dus dan moet je eerder weer je muurtje gaan herstellen. Maar in principe kan alles, ook wat je zelf gesnoeid hebt, past allemaal. Zo, en vervolgens is het de kwestie van stapelen. Het hoeft niet heel netjes. Wel zorgen dat je het stevig doet, dat als er niet een kat of zo op gaat zitten, dat het muurtje instort. Klein en groot door elkaar, alles is goed. Kijk, en als je er nou wat leuks van wil maken, bijvoorbeeld een bankje, dan heb je voor jezelf ook nog wat aan. De kwestie van erop leggen. En klaar is Kees. Nou, hier zie je een voorbeeld van een stapeltje met snoeihout bijvoorbeeld. Je hoeft natuurlijk niet per se blokken te kopen als je snel van het snoeien geweest bent. Dan kan je ook iets moois maken. Hier is een voorbeeld van een hardhout stapeltje wat al een paar jaar oud is. En hier kunnen we mooi zien wie er inmiddels woont. En voor wat voor dieren je zo'n stapeltje dus kan maken. Ha, een pissebed. Kijk, is dat een mooie. Nou, hier heeft een dikke spin gezeten. Kan je zien? Allemaal uitwerpselen. Kijk eens. Een slak met slakken eitjes. Een regenworm. Nou, we hebben net deze stapel opengemaakt. Er zitten allerlei kriebelbeestjes. En ik kan voorstellen dat sommige mensen denken van oeh, al dat gekriebel, waar is dat nou goed voor? Nou, al deze beesten zorgen dat de tuin gezond is, dat de bodem gezond is, dat de bladeren worden verteerd en de voedingsstoffen vrijkomen. Dus als je een gezonde tuin wil, dan horen de kriebelbeestjes erbij.